Ik ben André Beukers, ik kom uit Utrecht. Ik ben van 1944, mag je het zelf uitrekenen. En ik heb 1 zoon en 3 kleinkindjes, woon alleen in België. Dat is wel jammer. Dat is gewoon erg ver weg en je komt er niet elke week. Ik zag 190 kilometer rijden en s'avonds weer terug. Tegenwoordig kan ik ook slapen, dus dat is wel lekker. Dus ik blijf wel eens een nachtje over. En dat gaat prima. Mijn favoriete kleur is door de jaren heen altijd al blauw geweest. Het gaat zelfs zo ver dat ik gedronken heb, word ik zelf blauw. Ik kom uit een gezin met 5 kinderen, een middenstandsgezin. Mijn vader en moeder werkten heel hard in een klein winkeltje. Die hadden dat overgenomen van mijn overgrootmoeder. En dat was bijzonder klein, wat ik me kan herinneren. Toen zijn we daarna in 1957 zijn wij verhuisd naar Utrecht en hebben ze een grotere zaak overgenomen en die ik met mijn vrouw samen, mijn latere vrouw, in 1979 overgenomen hebben van hun en meteen uitgebreid hebben en er een zelfbedieningszaak ook van gemaakt. En ja, dat hebben we 45 jaar lang gedaan, maar het gezin waar ik vroeger vandaan kwam, dat was niet zo compact. We gingen als loshand van elkaar en het was niet zo echt altijd gezellig, nee. Zoals ik net al zei, ik ben verder gegaan in 1966 samen met mijn vrouw. We zijn toen ook getrouwd, dat was ook de startjaren van het bedrijf. We hebben samen het bedrijf opgebouwd, het ging allemaal perfect. Net als wat ik al straks al gezegd heb, dat wij in ons gezin vroeger losstand aan elkaar hingen en allemaal zelfstandig je leven leiden. Nou, ik ben als zelfstandige dan ook verder gegaan. Het heeft zijn werking wel degelijk gehad. Dat heb ik 45 jaar gedaan in lief en leed. Met hort en stolen soms ook wel eens, want ja, je hebt allemaal wel eens wat. Maar gelukkig ben ik heel goed geëindigd. En mijn pandje vrij. Wat wil ik nog meer? Alleen, het punt was, ik had er nog zoveel plezier in. Mijn vrouw wordt ziek. Ik kreeg eerst een attack aan de arm, linkerarm, been moeilijk, oh, het was allemaal niet fijn. Toen kreeg ze er nog longkanker bij. We moesten verhuizen. En we zijn toen gegaan naar een seniorenflatje. Nou, ik zat er helemaal niet naar mijn zin. Ik kwam allemaal tussen oude mensen zitten. De ene liep met een rollator, de volgende liep met een rugzak. Ze hadden allemaal wat. Ik denk, ach jee, wat moet ik hier? Maar ja, omwille van mijn vrouw heb ik dat gedaan. En ik heb daar jaren verzorgd. Maar ondertussen, hoe ging dat met die zaak verder? Ik heb dat verhuurd aan 2 jongens. Die wilden heel graag, klonken heel enthousiast. Nou, na 1,5 jaar kwamen ze sleutel inleveren. Ze wilden niet failliet gaan, want ze hadden geen klant meer over. Wat ik in die 45 jaar opgebouwd heb, was binnen de kortste keren naar zijn grootje toe. Het was wel een kindje van me. Ik heb wel in een dipje gezeten ook hoor. Tjonge, wat had ik het moeilijk. Maar ik ben lekker ander werk gaan doen. En dat heeft mij er bovenop geholpen. Ik was daar heel blij mee. Maar daarna kwam mijn vrouw te overlijden. Dus ik ging hetzelfde putje ging ik weer in. En dat was toch behoorlijk heftig. Ja. Maar goed, we zijn eruit. En ik zeg dan op mijn beurt, en dat heb ik me heel goed beseft. Ja, de vrouw is er niet meer. Je staat alleen. Wat moet je doen? Moet je verder? Of wil je niet verder? Ik zeg altijd maar, het leven is dan net als een trein. Die trein die komt aan. Als jij instapt, ga je mee verder. Als jij op perron blijft staan, blijf je achter. Want die trein die vertrekt op tijd. En is het jouw keus? Nou, ik ben ingestapt. En ik ben gaan doen wat ik leuk vond. En ik noem het nu een carrière-switch. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik kom nog even terug op het gezinsleven waarin ik uit voortkom. Dat, ja, mijn vader en moeder, dat was ook geen optimale combinatie. Wij als kinderen kregen wel toch wel aandacht van hun. Maar ze waren zelf erg druk. Ook met hunzelf, met hun eigen problemen. Wij moesten het heleboel zelf oplossen. Hebben we dan ook gedaan. En nogmaals, ruzies in het gezin, ruzies met papa en mama. En het was eigenlijk allemaal niks. Dus, maar goed, we hebben onze school afgemaakt, we hebben keurig netjes opleiding gedaan. En ik weet ook 100% dat mijn ouders ook heel goed achter ons stonden om toch te kijken om ons een goede toekomst te beloven.
En ik heb dan ook hogere opleiding gehad en kunnen krijgen. En ik weet dat mijn ouders het niet best hadden. Ze hebben er wel wat voor moeten doen. En dat vond ik toch wel keurig. Achteraf gezien, op dat moment besef je dat niet. Nee. Maar later denk je terug van, ze hebben er wel wat voor gedaan, want breed hadden ze het niet. Ja. Maar ja, dat had niemand in die tijd. Die is er helemaal niet meer. Nee, na het overlijden van mijn moeder, dat was de laatste van de twee, zijn er wat woordenwisselingen geweest. Dat ging voornamelijk ook over de erfenis verdelen. En dat komt in zoveel gezinnen komt dat voor. Je hoort niet anders. Dan komt ineens van mensen die er nooit iets om gegeven hebben, dan komt er ineens een stukje hebberigheid. En daar heb ik me verschrikkelijk aan geërgerd. En toen heb ik gezegd, hier kap ik mee. Maar nou je wat ouder wordt, dan ga je toch wel zitten denken van ja, het is toch wel jammer dat dat zo is. Want je bent toch wel een gemis. En mensen om je heen is natuurlijk altijd goed. Maar mijn kringetje is wat dat betreft wel erg beperkt geworden. Ja. En dat is wel heel jammer. En dat kringetje bestaat nu allemaal uit voor mij toch wel vreemde mensen die ik wel heb leren kennen. Maar het zijn geen bloedverwanten. Het ligt toch anders. Ik heb het geprobeerd en een van mijn broers zei toen tegen mij van, ach André, thuis was het ook niet alles. We hadden ook geen band met elkaar en waarom moet ik dat nou weer herstellen na zoveel jaar? Zie ik eigenlijk niet zo zitten. Dus, nou ja, toen zijn we gauw klaar. En toen ben ik weggegaan. Nou, het is natuurlijk wel zo dat ik praat daar redelijk negatief over, maar het is niet allemaal negativiteit. Ik heb er toch wel wat aan gewonnen. En dat is het feit dat ik gewoon zelfstandig door het leven ben gegaan. Ik heb een eigen bedrijf gehad als zelfstandig ondernemer. Ik leef nu nog steeds met de nadruk op het woord zelfstandig. En dat vind ik heel belangrijk. Toch wel wat positiefs. Wat mezelf betreft, ik ben een hele rustige man, maar ik ben altijd gewend om onder mensen te zijn. Dus altijd praten, druk. Als je alleen thuis bent, valt dat niet mee. Ik praat ook tegen mijn poesjes, want die twee die lopen de hele dag om me heen. Maar ik... Maar ja, ze zeggen niks terug. Dat is wel jammer. Dan kom ik op het thuiskomen. Als ik weer een hele gezellige dag gehad heb, dan kom ik met voldoening kom ik thuis en dan wil ik graag mijn ei kwijt, of mijn verhaal, net hoe je het noemen wil. Maar dan is niemand. Die poesjes luisteren wel. Maar ja, waar moet ik ermee verder? En het zou toch wel prettig zijn, en dat is hetgene wat ik wel erg mis, dat ik mijn verhaal kwijt kan en dat iemand antwoord geeft. En ik vind het ook wel lekker hoor, want kort geleden had ik weer bezoek van een goede kennis. En daar zit ik op de bank en dan is het, André, zal ik een kopje koffie voor je maken? Lekker. Tijden niet meegemaakt, dat moest het allemaal zelf doen. Nou, ik vind het heerlijk als het een keer gedaan wordt. Dat zijn nou de dingen die ik dan wel mis. En die arm op mijn schouder natuurlijk. Ja, dat komt ook nog eens een keer voor. Dat ik zeg, jongens, waar blijft die? Als ik weer een dag op sjouw geweest ben en ik heb het vreselijk naar mijn zin gehad. Soms ook, niet altijd. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan kom je thuis en ja, net wat ik al zei, huis is leeg. En dan voel je je eenzaam. Dan ben je alleen en dan moet je alleen rooien. Maar ja, ik loop gewoon lekker hard op te praten en te doen. En wat dat betreft heb ik net een impie. En ik praat me door en ik zeg, zo, André gaat even een kopje koffie halen. André gaat even naar de wc tegen die poesjes allemaal. Hè? En ze begrijpen het best hoor. En dat zijn wel de momenten dat ik zeg van, dan ben ik wel alleen maar voor de rest. Och, ik ga achter mijn computertje zitten, ik heb Facebook. Nou, daar doe ik verschrikkelijk veel mee, daar heb ik veel voldoening van. De resultaten van hetgene wat ik gedaan heb, dat zet ik dan ook op Facebook. En dan krijg ik reacties. Ik ben 14 dagen terug, ben ik geopereerd aan mijn oog. Ik heb een fotootje op Facebook gezet. Wat denk je? 250 reacties daarop. Kijk, en dan besef je dat er toch nog een heleboel mensen om je heen zijn. Ze staan wel op afstand, maar ik heb toch mensen die ik allemaal ken. En dat vind ik belangrijk. En die momenten, die halen mij op. Ik heb wel eens een keer verdriet en ik denk van, het is allemaal even wat minder. Maar daar komt wel weer wat, waardoor ik zeg van jongens, kom op! We halen het tegenaan en nou, prima.
en anders maar niet. Ja, teleurstellingen die zijn er ook wel. Dus je tegenslagen en die heb je allemaal in het leven. Ik bedoel, of je alleen bent of 6 kinderen hebt of wat dan ook, dat maakt niks uit. Je komt allemaal voor hetzelfde te staan, want het leven is gewoon hard. Ik heb ook zelfs nog iets heel erg moois meegemaakt om over contacten te praten. Ik heb in die 45 jaar dat ik mijn eigen bedrijf had, heb ik natuurlijk best wel wat personeel gehad en verschillende mensen en die ik eigenlijk uit het oog verloren ben. Namen ken ik nog wel, maar contact niet met iedereen, met een paar nog wel. Maar toen mijn vrouw kwam te overlijden, je moet eens kijken hoeveel reacties ik kreeg van oud personeelsleden. En van sommigen had ik dat helemaal nooit verwacht, dat ik dacht van, wat gebeurt me nou? Nou, dat vond ik zo geweldig. Daar heeft er een verhaal geschreven over hoe ze bij ons gewerkt had. Zo positief. En dan dacht ik van, huh? Toen heb ik een traantje gehad. Dat verhaal was zo aangrijpend. Maar zij vertelde een soort beeldspraak vertelde zij wat ze allemaal meemaakte bij ons. En wat ze geleerd heeft. En datgene wat ze geleerd heeft, dat gebruikt ze nu nog steeds in haar eigen gezinnetje. En dat vind ik mooi. Ja. Nou, op dit moment, eigenlijk al een jaar of 7... doe ik heel veel aan commercials, films. De laatste tijd doe ik fotoshoots. En dat is juist het allerleukste. En dat motiveert mij zo verschrikkelijk goed om dit te blijven doen. Ik was op een gegeven moment in een programma op tv geweest. En toen kreeg ik wat reacties op Facebook. En toen zei er eentje op een gegeven moment: hey, dat is Beuk, onze oude kruidenier. Ik moest er zo vreselijk om lachen. En dat was iemand als een oude klant van me. En ik denk van, god, dat is leuk. En dat zijn precies de leuke dingen die je mee kan maken. Ja. Dat stimuleert mij om te doen wat ik doe. Zelf er naartoe rijden, daar heb je weer het zelfstandige. Dan moet je naar een project toe en dan stap ik in mijn autootje. En dan ga ik weer, al moet ik 100 kilometer rijden. Maakt me niet uit. Ik vind heerlijk autorijden, behalve als er files zijn. Dat vind ik een verschrikking. Dat kan ik niet tegen, dat gaat te langzaam. Ja, het gaat met mij super. Kijk, qua gezondheid, ja, je wordt wat ouder en je gaat allemaal wel wat mankeren. Ik ben diabetes en ik ben kort geleden aan mijn oog geopereerd. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat. Ik sta er positief tegenover. En als je dat doet, dan is dat de beste grondslag voor een goede genezing. Ja, wat ik dus ervan weet, is dus dat heel veel mensen die echt eenzaam zijn, dat die maar in de hokje zichzelf opsluiten en geen contact hebben met de buitenwereld. En wel naar buiten lopen, maar niet met mensen gaan praten, niet mensen uitnodigen voor een kopje koffie en dat soort dingen meer. En ik ga er wel op uit. En dat is weer, komt dan weer terug, het zelfstandig zijn. Het doen wat je moet. En als je dat vergeet of niet wil, dan houdt het allemaal op. Hoe kunnen wij eenzaamheid het beste bestrijden? Ik denk dat dat eigenlijk bij de basis ligt en dat is de persoon zelf. De persoon zelf die zich eenzaam voelt, die zal zelf wat meer contact moeten zoeken. Of met instanties, of met buren, of met mensen op straat. Als je in een winkel bent, praat met mensen, spreek mensen aan. Doe wat. Maar als jij je boodschapjes doet, je staat bij de kassa en je staat, ik ben zo alleen. Dan zeggen andere mensen zeggen ook van, bekijk jij het even lekker, zo gezellig ben jij ook niet. Dus dat ligt helemaal aan jezelf. Dat is primair. En ja, als het te maken heeft met gezondheid, dan denk ik toch dat je eens een keer met de dokter moet gaan praten. En dat die misschien wat voor je kan doen. Maar de grote basis ligt bij jezelf, dat je zegt van, ik ga zelf contact zoeken. Met wie dan ook. Dat is mijn raad. It's a rap. It's a rap. Mam. Een heel mooi portret.